Oh, hey, wat is het ontzettend koud buiten. Maar niet hier bij Introdans, want wij zijn bezig met de voorbereidingen van het kerstgala. 4 stukken gaan we doen. Nummer 1, Lieder eines Fahrenes Gazelles, of hoe je het ook mag uitspreken, van Erik Kilian. Black Cake van Hans Vermanen, Cantus van Dios Christe. En nu op ons repertoire Rossini Cards van Mauro Bigonzetti. Ik neem jullie mee met een kijkje achter de schermen. En Merel, bedankt. Yo. Oh, lekker licht dit wel hoor. Nou, zoals ik net al vertelde, Black Cake, een van de stukken die we doen. We hebben hem heel vaak gedaan, maar het blijft altijd een feestje. Het is een stuk van Hans Vermanen. Het is technisch best wel moeilijk. Het is een soort van ballroom. Er wordt ook een beetje in gedronken, maar het is wel een heel leuk stuk. Dus we zijn heel blij om hem terug te halen. Jullie, en... can you start recording? We are working here. Go to your place. The problem is... Nou, dat was Black Cake. Nu op het repertoire van Introdans is een stuk Rossini Cards van Mauro Bigonzetti. Misschien kennen jullie hem nog van Cantata. Ik mocht even kletsen met de repetitor Roberto over hoe de repetities gaan. Roberto, yes. Welcome. Yes, thank you very much. How are you doing? I'm good. I'm very happy, yes, to be here. Yeah? Yes. You are here rehearsing the piece Rossini Cards from Mauro Bigonzetti. Can you tell me something about the piece? It was really an abstract piece anyway that Mauro created. He just did an homage for Gioachino Rossini. Really, he wanted to talk about his life or what he think about Rossini, what he read about Rossini. So it's in many aspects of Rossini. But you can see this only if you see all the piece. Yeah. So what we're gonna see in the finale is just the moment when it's like a like explosion. I think the company will be fantastic, and I'm really happy. I'm super happy working with the guys. I think the response is really good. I can feel the spirit. That's what I'm happy. I'm really excited to want to see it. Thank you for this interview and good luck with the rehearsals. Thank you. I can't wait to see it on stage. Yes. Please see you. Thank you. Oh, dat was even een vet interview. Naast Roberto heb ik ook nog 2 andere mensen mogen interviewen. Wie zouden het zijn? Nou, even gezellig maken. En Niels en Annegien. Wat gezellig. Bedankt dat jullie even met me konden praten. Het is bijna kerst. Hoe gaat het met jullie? Goed, ja. Uitstekend. Ja. We gaan Cantus doen. Ja. Is een van mijn favorieten op het Introdans repertoire. Uh-huh. Gemaakt in 2015 voor Introdans. Ja. Vertel. Ja, het was ook wel een soort van ding dat ik dacht, ik moet nou eens een keer een stuk maken voor ze waar ze in ze kunnen spetteren, weet je wel. Waarin ze echt kunnen laten zien wat ze kunnen. Iedereen heeft die muziek al gebruikt. Ja. Weet je, en dan heb je op een gegeven moment als choreograaf heb je zoiets van, ja, maar ze hebben het allemaal al gedaan. En toen op een gegeven moment hadden wij in dat gesprek daarover en toen zei Annegien van, daar moet je helemaal niks van aantrekken. Als jij die muziek mooi vindt, moet je het gewoon maken. Waren we in discussie over het decor en toen zagen wij met z'n tweeën een waanzinnige zonsondergang op Bali. Ja. Daar waren we op vakantie. En, foto gemaakt. En daaruit is dat decor ontstaan. Waarom denk je dat het zo goed werkt in de kerstperiode? Nou, ik denk ook dat de muziek van Arvo Pärt is heel sacraal. Het heeft wel een enorme passie en een diepgang. En,
Het is een heel intens stuk geworden. En... Annegien, jij repeteert denk ik het meeste met de dansers. Ja. Je hebt het meer gemaakt, jij hebt het meer gerepeteerd. 3 jaar geleden gemaakt op veel van dezelfde dansers, maar er zijn ook een paar nieuwe bijgekomen. Ja. Merk je verschil? En nog beter. Ze zijn nog beter? Ja. Ja. Niet zozeer de nieuwe mensen in vergelijking met de oude, ja. Maar de oude mensen zijn enorm en die nemen gewoon de nieuwe mee. Technische en maar ook het artistieke niveau van de Kampen is zo hoog op het moment. Dat is een genot om met ze te werken. Weet je, vandaag hebben ze een doorloop gedaan. En op een gegeven moment zegt zij tegen mij, waarom kijk je op je horloge? Ik zeg, nee schat, ik kijk niet op mijn horloge. Ik heb kippenvel op mijn arm. Nou, zo'n kerstgala wordt natuurlijk niet alleen door dansers gemaakt, maar er zit ook nog een heel team achter. Dus ik dacht, ik ga even kijken bij onze PR-afdeling. Hallo meiden, hoe gaat het hier? Gaat goed hoor, hoe gaat het met jou? Ja, heel goed. Oké, kerstgala, voorbereidingen. Ik hoorde heel goed nieuws. En dat nieuws is? We zijn uitverkocht! Wat? Nou, zoals jullie zien, zijn de voorbereidingen in volle gang. Ik hoop wel dat jullie al een kaartje hebben, want alle 4 de voorstellingen zijn al helemaal uitverkocht. Zie ik jullie nou niet met de kerstgala? Maakt niet uit, zie ik jullie gewoon in 2019. Joejoe! Ja, hou nou zo'n...